Het Alpha College en het Noorderpoort College gaan hun krachten bundelen. De technische opleidingen hebben al enkele jaren een imagoprobleem. Hierdoor melden zich steeds minder studenten aan. Ook is het opleidingsaanbod van de twee scholen onduidelijk voor stagebedrijven en de scholieren zelf. De investeringen die de opleidingen moeten doen worden steeds duurder. Daarom hebben de scholen besloten om samen te werken. Nou, we hebben een paar dingen ontdekt. We hebben om te beginnen ontdekt dat we steeds minder studenten krijgen. Dus de opleidingen die we allebei hebben, die worden steeds kleiner. En ze worden ook steeds duurder, want we willen wel up-to-date zijn. We willen goede leermiddelen hebben, goede lokalen. En toen hebben we bedacht dat we beter elk de helft van de opleidingen konden aanbieden dan allebei alles. Dan kunnen we de kwaliteit beter houden en dan kunnen we ervoor zorgen dat studenten een goede opleiding krijgen. En we hebben nog wat ontdekt. De bedrijven waar we veel stageplaatsen hebben en waar onze afstudeerders ook heen gaan, die hebben er last van dat het wat onduidelijk is. Dat er heel veel verschillende opleidingen worden aangeboden. Dus de duidelijkheid die bedrijven willen hebben, één leverancier van één stageprotocol, één manier waarop die studenten binnenkomen, die duidelijkheid was ook voor ons heel belangrijk. De bouwopleidingen verhuizen naar het Alpha College aan de Admiraal de Ruiterlaan. De school heeft hiervoor uitbreidingsplannen. De opleidingen motorvoertuigtechniek worden ondergebracht bij het Noorderpoort College. Hiervoor komt een opleidingscentrum op het Europapark. De vraag is, waarom komen er zo weinig jongelui af op de technische opleidingen? Waarom zijn het er elk jaar minder? Ik denk dat het te maken heeft met het idee dat je bij techniek vieze handen krijgt en dat je in een overal rondloopt en dat je geen carrière kan maken. Maar dat is een misverstand, want technische opleidingen zijn leuk en je werkt veel met computers en je werkt veel met moderne apparatuur. Het is geen overal werk en je krijgt er helemaal geen vieze handen van. En je kunt schitterend carrière maken en bovendien, je verdient er ook nog eens een keer aardig mee. In 2012 moeten de plannen rond zijn. Scholieren die nu een opleiding bouw- of motorvoertuigtechniek volgen, kunnen deze gewoon afronden zonder dat ze problemen ondervinden van de samenwerking.